Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Ik deed zo net de moeite om een hele tutorial op te nemen van mijn tweede kerstlook, die dit is geworden. En helaas blijkt er dus een deel van het filmpje niet opgenomen te zijn. En ja, ik kan het moeilijk opnieuw doen, want anders ja, moet ik alles weer afdoen en helemaal opnieuw beginnen. En ja, daar heb ik nu momenteel ook geen tijd voor en geen zin, eerlijk gezegd. Dus ja, ik film het nu zo en ik geef jullie de details gewoon zo. Want ja, ik kan niks anders daaraan doen. In mijn eerste kerstlook heb ik het accent gelegd op de ogen. En vandaag door met glitter te werken op de ogen. En vandaag leg ik het accent op mijn lippen door met glitter te werken op mijn lippen. Het oog heb ik redelijk subtiel gedaan. Subtiel voor mijn normen uiteraard. Ik ben iemand die eigenlijk normaal graag mijn ogen in de kijker zet, maar ik heb dat nu niet gedaan. Voor mij zijn nu de lippen eigenlijk wel het belangrijkste. En wat heb ik allemaal gebruikt? Ik ga het stap voor stap overlopen, zodat jullie het toch nog kunnen zien of weten. En dat is als foundation deze Trinted Up Sheer Nude Make-up. Natuurlijk en zijde zacht in de kleur 030. Dit is van de DM, te verkrijgen in Duitsland, helaas niet hier. Ik vind deze super, super fijn. Het is bijna op en ik probeer hem nog dit jaar op te gebruiken. Dat is dat. Dan heb ik dit afgepoederd met het NARS Light Reflecting Setting Powder Pressed. Dat is deze compact en het poeder die erin zit, ziet er zo uit. Het is mijn favoriete poeder momenteel. Hij is super fijn. Hij reflecteert het licht, zoals ze zeggen, zonder er als een glanzende bol uit te zien. Ik vind hem echt heel, heel fijn. Het volgende product die ik heb gebruikt, zie ik hier nu momenteel niet liggen, maar... Het volgende product die ik heb gebruikt is deze Urban Decay Beached Bronzer in de kleur Bronzed. Dat is dit. Het is mijn fijnste bronzer die ik dit jaar aangekocht heb. Hij ziet er donker uit. Er is nog een lichtere versie te verkrijgen. Maar is echt heel makkelijk op te bouwen in feite. Waardoor je echt zo'n gezonde glow krijgt uiteindelijk. Dan, als blush koos ik dit Anastasia Beverly Hills Blush Kit Radiant versie. Dus de blush kit van Anastasia Beverly Hills in de kleur Radiant. En dat is deze. En deze bevat vier kleuren. Waarvan ik deze, de kleur Terrace heb gebruikt. En dat is deze. En deze doet me denken aan zo van die oude bruine terrastegels. Vandaar misschien de naam Terrace. Ik breng hem zeer graag aan met deze stippling brush van MAC. Dat is een kleine stippling brush. Omdat de blushes zeer gepigmenteerd zijn, ja, gebruik ik graag zoiets. Omdat het dan heel makkelijk aan te brengen is. Zonder direct zo in your face clown wangen te hebben. Dus dat is op het gezicht. En dan centraal staat eigenlijk deze Glow and Highlights palet met voornamelijk deze kleur. Dat is dus dit. Dat is eentje van de Action, een palet van de Action. En de kleur die ik heb gebruikt is de kleur Summer Sky. Dat is dit. En dat is een wit die naarmate de lichtinval een houden glans geeft. Ik heb die aangebracht op Hans, mijn ooglid, dus tot aan mijn wenkbrauwbot, wenkbrauwbeen. Omdat ik mijn ogen ja, een subtiele glans wou geven in plaats van zo'n direct all-in-your-face glitter. Dus dat heb ik gebruikt als all-over color op mijn ooglid en uiteraard ook als highlight, zoals je hier kan zien. In de arcadeboog ging ik voor twee kleuren uit het Urban Decay Naked Ultimate Basics palet. Dat is deze. En ik koos voor de kleuren Lockout en Blackjack. En dat zijn deze en deze. Ik bracht eerst deze aan in mijn arcadeboog met zo'n een fluffy blending brush. En dan ging ik met zo'n pencil brush
in de zwarte kleur om die dan een beetje te verfijnen. De eyeliner die ik heb gebruikt is deze Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof van Essence. Jaar en dag mijn favoriet. Hij is budget, blijft goed zitten, waterproof. Heel de ruiten meteen, hij glanst niet, hij droogt mat op. Dus ook perfect, eigenlijk wat ik wil. En deze kost ja, 2 euro of zo, dus ik vind hem super. Als mascara heb ik gebruikt deze Essence Lashes of the Day Super Volume Mascara. Dat is een van hun laatste nieuwe aanwinsten. En ik vind hem echt waar super, 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 super fijn. Hij separeert mijn wimper, geeft zijn lengte en volume. Voor een budget mascara te zijn is deze echt super. Oh ja, ik wou nog zeggen, de highlighter heb ik ook een beetje op mijn neus aangebracht en op mijn Cupido boog. En dan zijn we aan de lippen gekomen. En voor de lippen koos ik een Essence Long Lasting Lip Liner in 01 Ready for Red. Dat is dit. Ik kleurde daar eerst de helft van mijn lippen mee in. En dan ging ik erover met een MAC lipstick in de kleur Russian Red. Dat is deze kleur. En dat is deze kleur die ik op mijn lippen heb. Om het geheel nog wat meer glamour en shine te geven, gebruikte ik een... mijn oorbel valt eruit. Gebruikte ik een glitter. En het is een glitter geworden van Kiko. De nummer 04. En dat is een rode glitter. Ziet er zo uit. En looks like this. Ziet er zo uit. Ik heb gewoon ja, de lippenstift aangebracht en dan met een penseel de glitter daarop geprest. Niet gewreven, maar echt zo geprest. En ja, dat is het geworden. Ik bracht ook nog in mijn binnenste ooghoeken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar echt, ja, hier bracht ik ook nog glittertjes aan van MAC. En dat is de MAC Reflects Red. Ja. MAC Reflects Red, dat is dit. En dat is naarmate de lichtinval wit naar rood, roze, zo'n beetje. En dat bracht ik aan in mijn binnenste ooghoek. Door middel van dit penseeltje vochtig te maken met een vochtig doekje in de glitter. En dan in mijn binnenste ooghoek. En als laatste heb ik het geheel afgewerkt met een fixing spray. En dat is deze Revolution Makeup Revolution Pro Fix Illuminating Fixing Spray. Dat is deze. Het tweede ingrediënt is alcohol. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar de spray op zichzelf vind ik wel heel fijn. Ik moet goed opletten dat ik mijn gezicht heel goed hydrateer als ik deze aandoe. Want hij durft droogplekjes te accentueren door de alcohol die hij bevat, uiteraard. Maar de finish die hij geeft, De houdbaarheid, gewoon ja, hetgeen waarvoor hij bedoeld is, is echt super. Daardoor ben ik er heel geheel tevreden van. En ik kocht deze bij via Boozy Shop. Voilà, dit was mijn tweede kerstlook met ja, een felle rode lip en een gouden oog. Als jullie dit leuk vonden, dan alsjeblieft thumbs up. Ook al kreeg je de tutorial niet te zien, alsjeblieft ook... Abonneer je op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van nieuwe filmpjes. Er komen binnenkort ook nog oudjaarslooks online. Hopelijk in de vorm van een tutorial. En ja, dan zou ik zeggen, graag thumbs up. Bedankt om te kijken, prettige feestdagen en tot een volgende. Doei!